een groot applaus voor professor Annelien Breedehoort. Dames en heren, wie hier in de zaal is er bang voor gentechnologie, voor genetische technologie? Graag even je hand omhoog als je er bang voor bent. Nou, ik denk dat een derde van de zaal ongekeerd. Wie zegt, ik ben er absoluut niet bang voor, zo snel mogelijk doorontwikkelen, al die technologie? Nou, dat is denk ik een vijfde. Nou, ik ben benieuwd. Ik kan alvast zeggen dat de mensen die zeiden, ik ben bang voor gentechnologie, die hebben een zwaar jaar gehad. Want ik denk dat er bijna wekelijks, sowieso elke maand, stond er wel iets in de krant of op tv over die nieuwe genetische technieken. En wat ik graag wil doen met u is even doornemen van wat is er nou in ontwikkeling en hoe kijkt een ethicus als ik, hoe kijk ik er nou naar? En ik denk dat ik u een klein beetje ga geruststellen en dat ik u een klein beetje ga oproepen tot een vorm van activisme. Ik wil dat u mee gaat doen. Ik heb een paar voorbeelden van wat er afgelopen tijd zich heeft afgespeeld. De Gezondheidsraad bijvoorbeeld, een belangrijke adviseur van onze regering, die kwam met een rapport waarvan ze eigenlijk zeiden, we zouden eigenlijk embryo's moeten gaan maken voor wetenschappelijk onderzoek en in de toekomst misschien ook genetisch onderzoek op die embryo's gaan doen. Ik kijk af en toe een beetje naar rechts, zodat ik zelf ook mijn slides kan zien. Bij TV 1 vandaag behoorlijk veel aandacht ook aan besteed aan dit vraagstuk. Ik ben daar zelf ook een paar keer aangeschoven. En dan kwam er nog een andere techniek bij, namelijk dat het is gelukt. Wetenschappers hebben voor het eerst hebben ze uit de staartcellen van muizen, is het gelukt om die terug te programmeren en om daar eicellen en zaadcellen van te maken. Daar vervolgens zijn er embryo's uit ontstaan en vervolgens waren er muizenpupjes. Dus op die manier zijn er eigenlijk nieuwe muizen gemaakt. Wat als dat bij mensen zou kunnen? En je gaat er ook nog eens die nieuwe genetische technieken bij gebruiken. Er is echt heel veel aan het gebeuren. En terecht stelt dus de Volkskrant ook de vraag, de mensheid perfectioneren, willen we dat nou eigenlijk wel? Nou, ik denk dat de belangrijkste techniek, en ik ga dat helemaal niet in detail uitleggen, alleen al om het simpele feit dat ik een ethicus ben, maar de techniek die u even moet onthouden is genome editing. Het wordt ook wel CRISPR-Cas genoemd. En CRISPR-Cas is eigenlijk een techniek die in 2015 eigenlijk wereldnieuws geworden is. En het enige wat u hoeft te onthouden is dat je dat wetenschappers met die techniek kunnen knippen en plakken in menselijk DNA, in onze erfelijke eigenschappen. En dat kan eigenlijk in het DNA van alle levende organismen. Planten, dieren, mensen en dus ook embryo's, zaadcellen, eicellen. En niet voor niks, er staat de Breakthrough of the Year 2015, werd het ook aangekondigd. En ik noem het zelf vaak de moleculaire schaartjes. Kleine stukjes, bijvoorbeeld een kankergen. Maar je kunt eigenlijk van alles verzinnen waarvan de wetenschappers weten waar op het erfelijk materiaal dat ligt. Die kunnen geknipt en geplakt, vervangen en gewijzigd worden. En als je dus even stilstaat en bedenkt, dat als je dus van alles op het DNA weet, als je dat zou weten waar het ligt en dat je dat dus eventueel zou kunnen vervangen, dan is dat echt wel best wel revolutionair. En ik wil u graag even een stapje mee terugnemen de tijd in, om te laten zien waar eigenlijk dit vandaan komt. Want het is natuurlijk niet, wetenschap staat altijd op de rug, op de schouders van giganten, wordt er altijd gezegd. Ik wil even laten zien waar deze technologie vandaan komt. En ik denk eigenlijk dat het begonnen is in de jaren 70. En daar zijn twee ontwikkelingen die de moeite waard zijn om even naar te kijken. De eerste techniek is de uitvinding van recombinant DNA-technologie. Dat was begin jaren 70. En dat is eigenlijk de basis van de moderne biotechnologie. En een andere belangrijke techniek is de uitvinding van IVF, in vitro fertilisatie, reageerbuisbevruchting. En ik weet niet of u het weet, maar in 1978 werd het eerste kind geboren door middel van deze techniek. En je ziet achter mij Louise Brown. Ze is 1 jaar ouder dan ik ben. En hier was een heel uitgebreid interview met haar toen ze in de 30 was. Maar toen dit gebeurde in 1978 was het echt wereldnieuws. Ik weet niet of er mensen zijn die in 1978 de krant al lazen hier in de zaal. En of ze in deze thema's geïnteresseerd waren. Maar het was echt, super babe, it's a girl. Het was alsof er een nieuwe prinses geboren was. En het was niet alleen vreugde, maar er was ook veel woede. Ik heb bijvoorbeeld een filosofieprofessor die nu uit Manchester, die nu met pensioen is.
die vertelde mij laatst dat hij een lezing gaf in Manchester. Hij was zelf een jonge, net professor geworden. En hij had de uitvinders van IVF, die had hij uitgenodigd. Die hebben later trouwens de Nobelprijs gewonnen. En er moest echt beveiliging aan te pas komen. Zo woedend waren een deel van de mensen. Het is niet zo dat we alleen nu dit soort krantenkoppen hebben. Het gebeurde toen ook al. En wat ik ook nog graag wil zeggen, dat was toen een hele grote ontwikkeling. Inmiddels wordt 1 op de 30 kinderen in de westerse wereld geboren door middel van IVF. Dus ervan uitgaande, het zou zomaar kunnen als hier 300 mensen zijn, dat een stuk of 10 van u uit IVF ontstaan bent. Ik weet niet of u dat zelf dan weet, maar kijk maar even om je heen, het zou kunnen. Helaas voor jullie niet een superbeep op de voorpagina. En wat je ziet, eigenlijk die twee technieken als die samenkomen, dus enerzijds de genetische technologie, anderzijds de voortplantingstechnologie. Je kunt je voorstellen dat als die twee samenkomen, dat daar heel veel ethische vragen om de hoek komen krijgen. En wat nou opvallend is dat vanaf de jaren 70 is er dus ook veel ethisch debat. Daar is veel politieke discussie over. Wat je ziet is dat stappen zoals bijvoorbeeld het selecteren en het testen en selecteren van embryo's, we noemen dat embryoselectie, het is ethisch gevoelig, maar het is in de meeste landen van de wereld inmiddels wel toegestaan. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de prenatale diagnostiek. Denkt u aan de NIPT, die staat nu ook weer hoog op de agenda, maar het is wel geïntroduceerd in veel landen. Dat is opvallend, want er is één techniek en dat is het genetisch veranderen van embryo's. En daarvan is eigenlijk altijd gezegd, maar dat willen we niet. Dat noemen we kiembaanmodificatie. Dat is dat je een verandering aanbrengt in een embryo of in eicel of zaadcel. En als daar dan een kind uitkomt, die verandering wordt dan doorgegeven aan dienstkinderen en aan dienstkinderen en diens en diens en diens. Dus het is eigenlijk onherroepelijk. En ook om je een beeld te geven waar dat dan op gebeurt. Soms denken mensen dat het dan op hele baby's gebeurt. Dat gebeurt in een heel vroeg stadium embryo. Dat is met het blote oog nog niet te zien. Dit is sterk uitvergroot uit het lab. Maar op zo'n embryo gebeurt het dan. En daarvan is eigenlijk altijd gezegd, dit is een line in the sand. Dit is een lijn in het zand waar we niet overheen zouden moeten gaan. En u kunt zich voorstellen dat 10, 20, 30 jaar was dat ook wel een comfortabele lijn. Want we hadden toch de technieken niet om hier overheen te gaan. Maar nu hebben we dus CRISPR-Cas. En nu staan wetenschappers eigenlijk te dringen voor de lijn. Misschien willen ze wel over die lijn heen. Maar er moeten dan wel wat hobbels genomen worden. Technisch, daar vertel ik zo nog wat over. Maar ook ethisch en juridisch. Als je gaat kijken naar wetgeving, de internationale verdragen van bijvoorbeeld UNESCO, daar staat in dat dit niet mag. Maar als je kijkt naar onze eigen Nederlandse embryowet, ik weet niet of u wist dat wij een embryowet hebben, maar die hebben we dus. Het is best leuk om naar te kijken. Want er staat allemaal wat je wel en niet mag met je eigen embryo's. En er staat onder andere dat het niet mag om het genetisch materiaal van de kern van menselijke kiembaancellen, waarmee een zwangerschap tot stand gebracht zou worden, opzettelijk te wijzigen. Met andere woorden, op dit moment mag je niet een embryo genetisch in het lab veranderen. En waarom staan die wetenschappers nou eigenlijk voor die symbolische line in the sand? Als je 2 jaar ongeveer teruggaat, het is ook een beetje, weet je ook een beetje wat ik de afgelopen 2 jaar gedaan heb, waarom ik veel in het vliegtuig gezeten heb. 2015 ineens kwamen er wat publicaties in hele grote tijdschriften, Science, Nature. En er stond ineens, don't edit the germline. En dan was je dan zo'n beetje dan kwamen die tijdschriften komen dan langs, dat lees je dan een beetje. En dan denk je, waarom zeggen ze dit nou? Dit weten we toch al 20 jaar, dat we dat niet doen. En vervolgens verscheen er nog een commentaar. En dat bleek dus eigenlijk de voorbode te zijn voor eigenlijk het wereldnieuws. Ik weet niet of u het meegekregen heeft. Dat Chinese wetenschappers, dat die voor het eerst in het lab die nieuwe CRISPR-Cas-techniek, dus dat genetisch knippen en plakken, hadden toegepast op een embryo in het lab. Ze hebben dat niet in de baarmoeder geplaatst, dus daar is geen baby uitgekomen. Dat mag ook niet in de meeste landen. Maar ze hadden wel laten zien, kijk, het kan. Het gaat nog helemaal niet goed. Er waren nog heel veel foutjes. Maar ze lieten wel zien voor het eerst. En zo gaat wetenschap. Je laat eerst proof of concept zien en daarna ontwikkel je het verder. En dit is gewoon, wilde ik u even laten zien. Dit is gewoon als je dit zo ziet, dit is de publicatie. Als je dit gewoon ziet, als je niet oplet, dan zou je gewoon doorgaan. Maar er zit dus wereldnieuws achter zo'n eigenlijk heel saaie publicatie. En het is ook interessant
dat het in een heel onbekend blad, protein en cel, heeft iemand in de biomedische wetenschappen, niemand kent dat. Want Science and Nature hadden gezegd, wij plaatsen dit niet. Wij vinden dit onethisch onderzoek. Ze vonden het ook niet zo goed, maar ze vonden het ook onethisch. Dat is wel interessant, hè? Dat dus eigenlijk die tijdschriften hier al een rol spelen met het bepalen wat vinden we dat wel en niet mag. En wat daarna eigenlijk gebeurde, is dat er een enorme discussie internationaal losbrak. Er staat hier ook, hè, de Chinese paper splits the scientific community. Ongelooflijke discussie. En waar ik zelf stiekem een beetje van genoten heb, is dat het waren eindelijk de wetenschappers zelf die op de remtroppen gingen staan. En er wordt altijd gezegd, hè, die ethici die hebben altijd wel bezwaren of die vertragen innovatie. Maar het waren deze keer, waren het vooral wetenschappers, zoals bijvoorbeeld Jennifer Doudna. Zij is een van de mede-ontdekkers van die CRISPR-Cas9. Die in een heel mooi interview met de Volkskrant ook zei van ja, ineens, poef, kon ik alles genetisch veranderen. Hè? Alsof ze een soort met verwondering kijkt naar het monstertje wat ze zelf gecreëerd heeft. En het waren dus ook deze wetenschappers die ook zeiden van, doe voorzichtig. Misschien moeten we wel een soort tijdelijk verbod met elkaar afspreken. En wat gebeurt er dan? Hè? Hoe gaan wij eigenlijk internationaal dan hiermee om? Want heel vaak, ook aan mij wordt vaak gevraagd van, ja, we kunnen leuk in Nederland hierover nadenken, maar in China doen ze toch waar ze zin in hebben. Nou, ik kan u een klein beetje geruststellen. Er gaat een hele internationale machinerie gaat er op dat moment, komt er op gang. He, bijvoorbeeld, er zijn dan ethici en juristen, die komen bij elkaar. Dit is een voorbeeld van de Hingston Group. Dat is een internationaal consortium van mensen die werken op het gebied van genetica en stamcellen. Daar ben ik zelf ook lid van. We zijn eigenlijk vrij snel bij elkaar gekomen in Engeland en hebben nagedacht, hè, kunnen we nou een soort manifest opstellen, waar we een soort moreel appel doen op de gemeenschap van wetenschappers. Let hierop, doe dit niet, doe dat wel, om die en die redenen. Ja, dus dat was bijvoorbeeld een stap die we gezet hebben. In Nederland was ook de Gezondheidsraad, de Commissie Genetische Modificatie, was er heel snel bij. Heel snel hebben die ook wat georganiseerd. En ook een advies uitgebracht. Wat dus interessant genoeg een heel progressief advies was. Namelijk dat ze zeiden, laten we hier maar stappen gaan zetten. Maar ik denk dat het de meest spannende bijeenkomst, misschien wel waar ik ooit in mijn leven geweest ben, wetenschappelijke bijeenkomst moet ik dan natuurlijk zeggen, want privé zijn er natuurlijk ook heel veel leuke bijeenkomsten. Dat was de International Human Gene Editing Summit. En wat alle academies van wetenschappen in de wereld gezegd hebben, van nou, we vaardigen allemaal, een paar mensen vaardigen we af. En we gaan in Washington D.C. gaan we 3 dagen achter elkaar met elkaar praten over wat we moeten met die techniek. En onder andere dus de Nederlandse Academie van Wetenschappen, de KNW, die stuurde wat mensen erheen. Dus ik mocht er naartoe. En het is ook goed om te weten dat ook de Chinese Academy was een van de organisatoren. He, dus het was echt heel internationaal. En hier ziet u een foto. Ik mocht de sessie over de ethische en maatschappelijke aspecten mocht ik voorzitten. En dat was een heel interessante sessie, omdat er waren heel verschillende type gasten uitgenodigd. Ik vertelde u in het begin over die professor filosofie uit Manchester, John Harris. Nou, die zit daar in de stoel, in de... Dat is misschien wel de meest liberale filosoof die ik ken. Dus u kunt zich een klein beetje voorstellen hoe hij in de ontwikkeling van deze techniek staat. Daarnaast zit een mevrouw, die is hoogleraar katholieke theologie in de Verenigde Staten. Dus... Daarnaast zit mevrouw Darnowski. Zij is de directeur van de grootste conservatieve denktank op het gebied van biotechnologie in de Verenigde Staten. En dan daarnaast, die zijn helaas, staan er niet op de foto, 2 patiënten. Eén moeder, waarvan een aantal kinderen overleden zijn door een erfelijke spierziekte. En daarnaast een vertegenwoordiger van de patiëntenorganisatie. Het was een echt super heftige, meestal zijn ethici wel rationeel. Nou, dit was een heel emotionele bijeenkomst. De zaal zat ook vol. Een van de patiënten heeft gehuild. De katholieke mevrouw was ongelooflijk boos. Want überhaupt dat onderzoek gedaan met embryo's is al een stap te ver, laat staan dat je ze ook nog genetisch gaat bewerken. En John Harris, de liberale filosoof, die vond het allemaal drogredeneringen. En die zei, dit kan toch niet dat filosofen dit soort argumenten naar voren brengen. Dus dat was ongelooflijk interessant. Wat komt er dan onder andere naar voren op zo'n middag? Nou, we hebben al lang gepraat. Nou,
Er zijn sommige argumenten, bezwaren, angsten die ik zelf niet zo heel goed vind. Bijvoorbeeld hè, de katholiek die inbrengt, dit is voor God spelen. Dat is natuurlijk een argument dat alleen geldt voor mensen die zelf ook gelovig zijn. Hè, dus dat is niet een argument waar je een bredere discussie over kunt voeren. En je kunt ook zeggen, ja, God heeft ons die technologie gegeven. Dat was een ander argument waar ik zelf niet zo heel veel mee kan. Bijvoorbeeld, de kinderen die hieruit geboren worden kunnen geen toestemming geven. Toen dacht ik ook even, wie heeft hier toestemming gegeven om geboren te worden? Als u dat bent, moet u zometeen even naar me toe komen, want dan wil ik heel graag met u praten. Er zijn sommige argumenten die besproken werden waarvan ik denk, daar moeten we echt rekening mee houden. Bijvoorbeeld, vertegenwoordigers van bijvoorbeeld gehandicapte organisaties, die zeiden, ja, als deze techniek verder ontwikkeld wordt, dan worden mensen zoals ik waarschijnlijk niet meer geboren. Het zou best kunnen dat wij dan weggeëdit worden. Nou, dat lijkt me ontzettend belangrijke groep mensen om voortdurend mee in gesprek te blijven. Hè? Van waarvoor doe je het dan wel en waarvoor doe je het niet. En bijvoorbeeld iets, hè, dat van, het is gewoon simpelweg veel te gevaarlijk, te risicovol om nu te doen. Dat lijkt mij ook een valide argument. Ja, dus dat zijn eigenlijk dingen, maar er werd ook vaak gezegd, ja, maar dit is het hellend vlak naar een soort utopische wereld, of dystopisch kan je beter zeggen, met designerbabies. Daar wil ik echt vanaf, van dat argument. En dat probeer ik dus ook de hele tijd te zeggen, dat woord designerbaby, dat wil ik eigenlijk gewoon niet meer horen. Ten eerste, kijk, je hoopt natuurlijk dat deze techniek ontwikkeld wordt om heel ernstige ziekten heel vroeg, al bij het embryo te voorkomen. Erfelijke vormen van kanker, spierziekten waar kinderen, als ze geboren worden, aan overlijden. Huntington, die generaties lang in de familie voorkomen. Nou, zo kan je nog wel even doorgaan. Als wij dus een behandeling op maat aanbieden aan een patiënt met kanker, zeggen we ook niet, oh, hier is uw designerbehandeling. Hè, zoals je dat in een veel vroeger stadium van de ontwikkeling doet. Ik vind de term gewoon eigenlijk bijna niet respectvol om die te gebruiken. Dus ik wil hem van u, wil ik hem ook niet meer horen. En je moet natuurlijk ook beseffen, waarom ontwikkelen we dit? De reden dat we überhaupt medische technologie ontwikkelen is dat je probeert lijden te voorkomen, vroegtijdig sterfte tegen te gaan, de kwaliteit van leven een beetje verbeteren. En dus als we zo met het hellend vlak gereageerd hadden in 1978, dan zouden er 10, 20 mensen niet in deze zaal kunnen zijn, want dan hadden we geen IVF gehad. Ja, dan hadden we 5 miljoen mensen minder gehad. Zullen misschien sommige mensen hier zeggen, nou, dat is niet erg met de overbevolking, maar goed. Hoe moeten we verder nu? We zijn dus eigenlijk vanuit de jaren 70, die explosie in 2015, de internationale bijeenkomsten, er is inmiddels veel op papier gesteld. Nou, ik denk wat we nu kunnen gaan doen, is leren van technieken die er al zijn. Denk aan, zoals je hier ziet, embryoselectie. Je ziet hier hoe 1 celletje van het embryo vanuit het embryo weggehaald wordt. Die wordt dan getest. Nou, daar is een heel uitgebreide discussie over geweest. En we hebben inmiddels, internationaal, maar ook in Nederland, hebben wij een wet die PGD, embryoselectie, reguleert. Kijk, dat kunnen we gewoon. We kunnen gewoon wetten maken. En hetzelfde geldt voor testen in de zwangerschap. Ook dat is controversieel, maar we weten wel hoe we er uiteindelijk mee om moeten gaan. Dus ik denk ten eerste, we moeten leren van wat er al is. En ik denk ook dat het belangrijk is dat, er is ook een rol voor jullie allemaal weggelegd. En dat is dat je even voor jezelf nagaat, van wat is nou eigenlijk mijn grondhouding ten opzichte van nieuwe technologie, specifiek biotechnologie. Dus voordat je hierheen liep, en misschien zag je de titel gentechnologie, dacht je, oh, ik vind die mensen die in het begin hun hand omhoog staken, zeiden, ik vind het eng. Dacht je, het ontwikkelt toch wel, en ik kan er niks aan doen, en ik vind het gevaarlijke ontwikkelingen, en het is een soort trein die over ons heen rijdt, en het is niet te beïnvloeden. Nou, dat noemen we een negatieve grondhouding ten opzichte van technologie. Als dat je grondhouding is, dan heb je ook geen invloed meer op wat er gebeurt. En de ontwikkelingen die ik u net liet zien, embryoselectie is een mooi voorbeeld. Dat het niet helemaal zo is, want dat hebben we gereguleerd. We hebben afgesproken alleen voor die aandoeningen en voor de rest mag het ook niet. Ik zit zelf in de landelijke commissie die eigenlijk beoordeelt, als er een nieuwe aanvraag is. Als het niet past binnen het kader, dan doen we het ook niet. Ik ben optimist, ik heb vertrouwen in dat we dit kunnen reguleren met elkaar. Misschien dacht u dit helemaal niet en kwam u binnen en dacht u, yes, we hebben gentechnologie en dit gaat de oplossing zijn voor alle problemen in de wereld en we worden nooit meer ziek over 100 jaar. Dan heeft u een positieve grondhouding ten opzichte van wetenschap en technologie.
op zich hou ik van positieve mensen, maar dan zie je natuurlijk de risico's niet meer. Hè? Dus die, ik zou die grondhouding ook graag een beetje willen nuanceren. Dus nog een derde grondhouding, dat u zegt, ja, wetenschappen en technologie zijn neutraal. En ja, het gaat er gewoon om wat je ermee doet. Ik zou u zo laten zien dat dit ook niet helemaal klopt. Eigenlijk denk ik dat de meest plausibele grondhouding is dat je zegt, hè, je hebt wetenschap en technologie aan de ene kant, ethiek en de maatschappij, en die zijn heel innig met elkaar vervlochten. Die hebben alles met elkaar te maken. Hè, dus politieke debatten hebben invloed op wat er gebeurt in het lab, maar het lab heeft direct invloed op hoe wij met elkaar praten over ethiek, over hoe onze toekomstige kinderen eruit zien. Hè, dus ze zijn door en door vervlochten. En dat heb ik niet zelf bedacht, dat heb ik van een aantal filosofen, bijvoorbeeld Bruno Latour, als u zin heeft met de kerst nog wat moeilijke boeken te lezen. Lees Bruno Latour, die heeft eigenlijk bestudeerd hoe mensen in het lab zich gedragen. En Sheila Jasenoff, zij is nu nog actief, filosoof uit Boston, die ook allemaal mooie voorbeelden, case studies laat zien dat technologie nooit plop ineens in de samenleving is, maar dat het een heel langdurig onderhandelingsproces is tussen maatschappelijke actoren, religieuze actoren, wetenschap, journalisten. En uiteindelijk komt daar een soort pakket uit dat er niet vanzelf is, maar waar heel veel maatschappij ook in zit. En ik denk dus, hè, dat waarom kan het niet neutraal zijn? Nou, omdat als wij nu deze techniek verder ontwikkelen, wat langzamerhand gebeurt, dan gaat dat invloed hebben, hè, op het voedsel dat we eten, want daarvoor kan het gebruikt worden. Hè. Het gaat invloed hebben op het dierenrijk, het gaat op onze voortplanting invloed hebben, op medicijnontwikkeling en inderdaad misschien wel ook op de baby's die geboren gaan worden. Hè, dus daar is sowieso een interactie. En als u nog niet overtuigd bent, dan laat ik ook nog even andere interactie zien. President Bush, die in 2000 zei, de Verenigde Staten betaalt geen enkel onderzoeksteam meer waarbij embryo's in het lab verloren gaan. Hetgeen betekende dat er geen embryonaal stamcelonderzoek gedaan meer kon worden. Hetgeen betekende dat wetenschappers op zoek moesten naar andere vormen van stamcelonderzoek. Je kunt geen kausaal verband aantonen, maar het is wel opvallend dat een aantal jaar later ineens de iPS-cel, eigenlijk de nieuwe alleskunnende cel, uitgevonden werd. Toeval? Misschien. Maar je ziet wel dat er allemaal interacties zijn tussen maatschappij en wetenschap. En als u nog steeds niet overtuigd bent, dan kunt u een andere president invullen die ook alles vindt van wetenschap. En ook dat heeft een grote invloed op wat wij mensen op de universiteit, wat we doen. He, dus ik denk dat co-productie, dat interactiemodel, we hebben echt invloed op de ontwikkeling van nieuwe technieken. En dat zei ik dus in het begin, he, van ik wil je oproepen om mee te doen, want ik wil eigenlijk naar een model van co-productie, dat je met elkaar eigenlijk die technologie vormgeeft. En dat is voor iedereen is daar een bepaalde rol eigenlijk weggelegd. He. Dus stel je voor, jullie hier zijn de scientists, de wetenschappers, dan is het jullie taak nu om verder te werken aan die techniek en te zorgen dat ze zo veilig mogelijk zijn. En daar niet patenten op aan te vragen, zodat niemand het kan zien, maar om het te publiceren. Het liefst open access, hè, dat iedereen mee kan denken. En de wetenschappers hebben ook als taak om bijvoorbeeld ethisch onderzoek te doen. Dus een beetje praten voor wij van Melkunie bevelen melk aan, maar er moet ook ethisch onderzoek moeten plaatsvinden, sociologisch. Hè. Dus dat kan de wetenschap doen. Jullie hier, hè, jullie zijn de artsen of de hulpverleners en patiënten. Wat belangrijk is dat je meedenkt over, maar voor welke aandoeningen wil je dit dan wel of niet? Wat zijn voorkeuren van patiënten? Wat zijn voorkeuren van artsen? Dus daar is ook een belangrijke rol weggelegd. Dan hebben we nog een derde groep. Burgers, vreselijk woord, maar ik weet nog niet een ander. Ik denk dat het belangrijk is dat die reflecteren op wat dan heet hun morele intuïties. Of met andere woorden, op hun onderbuik. Dus als je wat je voelt, die basishouding ten opzichte van technologie. Ik zou alle mensen willen uitdagen om even uit die onderbuik te gaan en even omhoog te gaan naar hart en hoofd. Volgens mij moeten die gelden als je nadenkt over ethiek. Je mag best even voelen van oei, ik vind dit eng, maar daarna moet je door. Anders blijf je hangen in morele vooroordelen. En tot slot is er natuurlijk ook een rol voor politiek. De belangrijkste rol is denk ik dat politiek expliciet is over welke politieke keuzes ze maken ten opzichte van technologie. Zodat ze dus expliciet zeggen, wij kiezen ervoor om deze technologie verder te ontwikkelen, wij investeren hierin,
Want we vinden het belangrijker om bijvoorbeeld bepaalde ziekten mogelijk tegen te gaan. Dus dat is denk ik de taak van politiek. En ook om te investeren in een infrastructuur voor dialoog en een infrastructuur voor onderzoek. Dus er is echt voor iedereen hier is er wat te doen. En ik denk ook dat het belangrijk is om te beseffen dat dat idee van technologie is een trein en het gebeurt toch wel. Volgens mij vergeet je dan dat iedereen actorschap heeft. Dus dat iedereen, dat de stem van iedereen uitmaakt, doet ertoe. Hannah Arendt is een van mijn lievelingsfilosofen. En ze heeft ook gezegd, de wereld wordt niet bewoond door de mens, maar door mensen. We zijn allemaal verschillend. En iedereen hier, als ik een rondje zou doen, bij iedereen zou vragen, wat vind je nou van die nieuwe genetische techniek? Dan heeft iedereen brengt waarschijnlijk een perspectief in, waar ik misschien nog niet aan gedacht had. Of belicht net een andere hoek, wat je denkt, oh ja, wat een goed idee. Dus het maakt wel degelijk uit dat mensen meedenken over die ontwikkeling van die techniek. Omdat het een impact gaat hebben, zoals ik al liet zien, op ons voedsel, op onze voortplanting, op, ik denk eigenlijk bijna alles. En daarom ben ik ook eigenlijk best trots en tevreden dat uiteindelijk die conferentie in Washington DC, die is uiteindelijk ook geëindigd met een soort slotstatement, wat door de aanwezigen is opgesteld. En daar is ook gezegd van we gaan langzaam voorzichtig verder met de ontwikkeling van CRISPR-Cas. We gaan ook kijken naar de toepassing bij de voortplanting, bij embryo's. Maar wat we nodig hebben is de need for an ongoing forum. Dus we moeten met elkaar in gesprek blijven hierover. En het is ook belangrijk, werd erbij gezegd, dat dat forum dat zo inclusief mogelijk moet zijn. Dus niet alleen maar witte wetenschappers, mannen met baarden, maar ook vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, mensen uit verschillende landen. Het moet echt heel divers zijn. En want dat is denk ik de enige manier om uiteindelijk nieuwe technologie zo te ontwikkelen, dat het dingen die wij met elkaar belangrijk vinden, dus het voorkomen van vroegtijdig sterven, verbeteren van de kwaliteit van leven, het helpen van mensen die geen kinderen kunnen krijgen om toch kinderen te krijgen, om die doelen te bereiken. Maar om de negatieve bijeffecten van technologie die er altijd zijn, om die zoveel mogelijk te verminderen. En nogmaals, dat is niet alleen een taak van ethici, ethiek is niet alleen van de ethicus, maar dat is uiteindelijk iets wat we met z'n allen moeten doen. Dus dat is eigenlijk de boodschap die ik u vanavond zou willen meegeven. Hartelijk dank.